ook maar zo alleen. Daarom vier ik het deze keer met... Met mama Donnie! Ja, man. Niet op Pinkpop. Ik had je eigenlijk Pinkpop backstage willen interviewen. Ja, maar dat ging niet. Chantal Jansen, sorry man. Ja. Dat is druk. Je hebt misschien eerder moeten bellen. Dan hadden we kunnen... Oh, echt hard to get alles. Altijd toch. Hoe was het? Het was echt super tof, man. Ik was echt zenuwachtig. En, ja? Ja, maar dat viel af. Ik vind wel een soort van lief. En wat is nu een festival waarvan je denkt... Ik heb nu op zo'n soort festival gestaan. Wat is nog meer in je lijstje in Nederland dan? Ja, gewoon nog al die festivals, man. Ik wil gewoon alles doen. Alles? Al die festivals. Oh, wauw. En binnenkort mijn eigen festival. Gewoon de Maradoni Festival. Oh, waar je alleen maar binnen mag komen met een Vespa en alles, man. We hebben ook vliegersvluchtvragen. Ja. Een soort van. Ja, buzzing via's gaan snel. En daar ben jij van. De buzzing questions. Ik heb ook, omdat jij het dan bent, een bril meegenomen. Ja, het is niet heel snel, maar nee. wel gezellig. Is wel een hartige bril. Ja. Zal ik hem gewoon opdoen voor die vragen? Het ging erom dat ik het own, toch? Dat was een beetje het ding. Ja, het gaat toch gewoon van als je sterk in je schoenen staat, krijg je goud. Kijk, what up. Oké. Dit is het ding. De vorige keer heeft Jess Glynn dit gedaan. Weet je wie dat is? Sorry. Ja man, hé, hard man. Ja toch, die ene track van Cheer man, hé, ja man. Voor Jess Glynn. Ja man, Jess Glynn, all we do is win. Jij mag nu een eigen geluidje, het mag alles zijn. Mag ik een ezel doen? Ja! Nou, top. Oké, wat heb je met ezels dan? Vind je gewoon een hele leuke beesten? Nee, we zaten altijd op school en we zeiden altijd dat de meester op een ezel leek. En steeds als hij praatte en viel er stilte, denk ik altijd, ja! Zo gemeen. Was je echt een etter? Wel een beetje, denk ik. Ja, maar ja. Gewoon een snel antwoord geven. Als we doorgaan naar de volgende, druk jij op je ezel. Is dat dit? Bam. Nou, wat zo. Oké. Noem drie manieren om onder seks uit te komen. Geen zin, geen tijd, niet voor jou. Je celebrity crush is? Maradoni. Hoe dan? Wacht, heel even. I'm feeling myself. Ja? Nee. Oh, shit. Ga jij zo lekker op jezelf? Nee, maar ik heb geen celebrity crush. Nee? Nee? Maar je moet iemand kiezen. Chantal Jansen. Oh, chill. Je nummer komt hier niet onder in. We kunnen dansen. Snap je? En we kunnen chansen. De laatste keer dat je het gedaan hebt is... 12 uur geleden. Beste Barbie-impressie. Barbie, hoe doe je dat? Gewoon die pop, niet die meid. Oh, Barbie. Nee. Beste Barbie-impressie. Hoe moet ik dat doen? Ja, dat is aan jou. Jij was toch... Dan moet je die Marijke Helwegen stijl doen, toch? En hoe is dat dan? Borstjes vooruit. Lipjes getuit. Dit is alles. Je moet kiezen, met wie doe je het liever? Dries Groenvink of Dothan? Sowieso met Dries, man. Ik kan niet met iemand omgaan wiens leven een leugen is, Dothan. Oké, Dries dus. Je favoriete Kardashian? Ja, sowieso wel Kim, man. Ja? Billen? Billenman? Ja, kijk, als ik slager was geweest, dan mocht het altijd een onsje meer zijn. Dat wil je wat zeggen? Smooth boy. De laatste leugen die je ooit hebt verteld? Verteld, ja, dat is waarschijnlijk gewoon net 1 minuut geleden. Dus niet Kim! Nee. Je beste impressie van Freek Vonk? Wie is Freek Vonk? Je weet niet wie Freek Vonk is? Oh, hij ziet Chaffee die door die haar is gebeten. Ja. En hij is zo'n guy dat zit in je muur. Hé, draag zien in de muur. Kijk in die muur. Zoom in die muur. Pak de camera, zie je? Hij is helemaal blauw. Hij is zo, hij bij me bijna. Film je dat? Ja man, dat is hij. Welke serie kijk je nu? The Blacklist, man. Raymond Rennington, ik zie hem, man. Lijpe jas, dikke hoed, alles, man. Ja, man. Is er nog iets wat je kwijt wil? Of zijn we oké zo? We zijn hier, man. Volgende keer wel op een festival, ja? Is toch leuker dan zo'n studio, toch? Ja, kom maar. Je moet even kijken wat je mee wilt. Dat kunnen we bekijken. Akkoord.